Met 12 punten voorsprong op de achtervolgers Roda JC en FC Eindhoven speelt NEC op dit moment tegen de nummer 5, FC Emmen. Na winst op Fortuna Sittard en de 5-2 overwinning op Jong PSV is het aan de mannen van Ruud Broods de taak de weg naar de titel te blijven volgen. Ja, vorige wedstrijd tegen Jong PSV, hat-trick van Sjoerd Arts. Was hij gewoon zo goed of PSV zo slecht? Ik denk dat wij een van onze beste wedstrijden hebben gespeeld. En Sjoerd gelukkig ook weer zijn doelpunt gemaakt. Nou, daarentegen, PSV heeft wel een bepaald niveau, Jong PSV. En ik hoop dat ze dat ook doorzetten met dit soort jongens richting concurrenten. Maar ik denk dat het publiek en met name onze supporters best wel hebben genoten van de wedstrijd. En ik zelf trouwens ook als trainer. En volgende wedstrijd, FCM, wat verwacht je daarvan? Ja, fysieke wedstrijd. Althans, dat willen zij ervan maken. Spelen met een bepaald systeem waardoor je heel veel duels gaat krijgen. Ze hebben heel veel scorend vermogen. Maar ja, dat wordt ook wel weer interessant. Aan de andere kant denk ik een voetballend team daar onderuit kan komen tegen een fysiek team. Ja, dat moeten wij trachten te doen. En dan krijgen wij ook weer de kansen. Ja. Ja, want FC Emmen is ook een veel scorende ploeg. Gaat je verdediging dan ook proberen daar meer op te letten? Of wordt dat gewoon zoals altijd? Nou, we bereiden het team wel voor op Emmen. Dus dat doen we door middel van besprekingen en belden vanuit de wedstrijd die Emmen heeft gespeeld. Ja, ik denk dat de spelers ook wel inmiddels weten. Cas Peters bijvoorbeeld, topscorer bij Emmen en hoog op de lijst. Maar uiteindelijk gaat het weer wat je zelf brengt. En dat is het belangrijkste. Wij moeten geconcentreerd blijven in die wedstrijd. En met de juiste beleving. En dan zijn we in staat om die wedstrijd ook wel tot een goed resultaat te brengen. Maar wel rekening houden met de kracht van Emmen.